lieve vriendjes en vriendinnetjes. Vorige week heb ik jullie enkele dingen verteld. Ik zeg enkele dingen, want natuurlijk is er wel meer gebeurd. En daar zal ik jullie deze keer over vertellen, maar vertel jullie er morgen wel meer over. Lamp uit, slaap lekker. Goedemorgen, hoor je het? Dat link ding loopt. Zo, fatsoenlijk aangekleed. Mijn haar even netjes. Ontbeten. Ik heb zelfs al schoongemaakt in de kerk. En om daar maar mee te beginnen, dat is alvast een van de dingen die ik ook doe om mijn vrije tijd door te komen. En vandaag zou ik jullie vertellen wat ik deze week nog meer eigenlijk heb uitgespookt. Schoonmaken dus. Daarnaast moet ik natuurlijk de was weer ophangen. Ook een puntje van aandacht, het huishouden. De kaboutertjes komen het niet doen. Alhoewel, er is een moment geweest dat de kaboutertjes het wel gedaan hebben. Zoek maar eens terug. Maar vandaag dus geen kaboutertjes. Vandaag moet ik het echt zelf doen. Huishouden. Zo, op naar de volgende klus. Ja, en wat doe je nog meer met je vrije tijd? Beetje klussen, beetje meehelpen, zagen. En zo komt Theo zijn tijd wel door. Als het niet al terecht hoeft. Oh ja. Een van de dingetjes die ik tegenwoordig ook steeds meer moet, kan of mag, is mezelf in pak hijsen. Wat denk je? Kan toch wel? Mogen jullie het zeggen? Met giletje? Of zonder giletje? Ik denk dat ik deze keer maar zonder ga. Ik vind hem goed. Ja, en wat spook ik nog meer allemaal uit? Nou, genieten van mijn fiets dus.